Nou, ten eerste, Pieter, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ja. Dat is goed om te horen. Voordat we in de plaat Equinox gaan duiken en waar je nu verder mee bezig bent, wil ik even terug naar het 10-uurige concert dat jij hebt gespeeld in de Tivoli. Waar je in principe 10 uur lang hebt lopen improviseren. Wat heb je daarvan geleerd over je eigen creativiteit en ook waar je naartoe wil met de muziek die je maakt? Ja, het was eigenlijk ja, een paar dingen eigenlijk wel. Als eerste had ik nog nooit mezelf gedwongen om zo lang achter elkaar te improviseren. En ik had ook echt voorgenomen ook geen bestaande ideetjes of dingen. Echt alles from scratch. Wat er, ja, dat wist ik niet hoe dat zou gaan. En wat me uiteindelijk, wat ik ervan heb geleerd is dat ik, nou, ik heb geen pijn gehad fysiek. En ik heb nogal eens pijn fysiek. Dus dat, en ik denk dat dat heel erg daarmee samenhangt. Dat ik wel continu in een soort bubbel zat. En ja, mentaal en fysiek hangt gewoon heel erg samen. Dus dat er dan geen spanning is in je hoofd. En dus ook niet, toch niet in je lijf. Ook al is het best wel een uitputtingsslag. En daarnaast dat ik eigenlijk door mezelf te dwingen zo lang te improviseren, ook wel op andere ideeën ben gekomen dan ik anders had gedaan. Want ja, je moet door. Dus er zijn een paar momenten geweest dat ik ook wel voelde van, oh jeetje, ik zit al lang. Maar dat waren echt op één hand te tellen. En voor de rest ging het eigenlijk, nou, een soort van vanzelf. Maar natuurlijk wel steeds van, je moet door. Dus ik denk dat het puur simpele feit van 10 uur achter zo'n, of instrumenten zitten en non-stop doorgaan, dat gewoon zorgt dat je andere dingen gaat doen die je normaal zou doen. Is heel simpel eigenlijk. Ja. Je hebt het wel eens eerder gesproken over over RSI en over wat fysieke problemen die je hebt gehad in het verleden. Was je bang dat dat weer terug zou komen? Of had je daar nog een soort angst voor? Ja, dat was eigenlijk mijn enige angst. Ik weet, mijn management en zo, en veel mensen die waren niet angstig, maar wel een soort van, oh, gaat het wel lukken? Gaat het wel tof worden? Gaat het wel interessant blijven? Gaat het, ja, weet je, 10 uur, wat ga je doen? In godsnaam, alleen maar impro. Wow, ja. Maar dat had ik eigenlijk niet. Ik had daar eigenlijk vooral heel erg zin in. En het enige waar ik bang voor was dat ik pijn zou krijgen, omdat ik dus nogal inderdaad wat klachten heb gehad in het verleden. En dat was dus ook echt het enige, maar ook het enige wat me dus heel. Ik had het echt verwacht dat ik last zou krijgen. En dat is gewoon niet gebeurd. Dus dat was echt wel een eye-opener. Ja, en dat moet ook een heel goed gevoel zijn geweest, dat je dan zo, oh, ik kan dit toch weer doen en ik kan toch, als ik wil, kan ik deze tijd erin stoppen. Zeker, en zeker, dat hangt heel erg samen met. Ik heb vroeger, ja, jazz gestudeerd en toen op een gegeven moment was ik heel erg into Keith Jarrett. En dat is best wel een pianist van veel noten. Maar op een hele toffe manier. Maar daar was ik op een gegeven moment klaar mee. Met al die noten en zo. En dat heeft best wel. Dus ik ben heel erg teruggegaan bij mijn eerste plaat. Naar vanuit één noot weer werken. En drie klanken. En bij mijn Equinox kwam daar alweer meer bij. Maar eigenlijk bij dat 10 uur concert was ook voor het eerst dat ik weer die. Ook die rush of notes en alles wat ik eigenlijk zeg maar heb geleerd en waar ik kennis van heb, waar ik heb gestudeerd, waar ik in ben gedoken, al dat vocabulaire ook, dat heb ik weer toegelaten tijdens die 10 uur. En dat voelde ook goed. Ik had heel lang ook een soort van, ik wil niet, dat voelt niet oprecht als ik dat doe. En nu voelde dat ook weer oprecht. Dus het was. Qua vocabulaire, qua wat ik wil spelen, wat ik kan spelen, niet alleen technisch, want dat dus ook, dat lukte ook, maar ook het toelaten, en er van kunnen genieten. Waar komt dat door, denk je? Waar kwam dat door? Dat mentaal ook goed ging? Dat je mentaal ook weer klaar voor was om dat soort dingen te spelen? Dat zat er al een beetje aan te komen. En ik voel het een beetje als dat ik vanaf mijn 16e of zo besloot ik opeens, ik wil muziek ingaan. Denk ik ongeveer. En dat ik vanaf toen een soort een leerboog heb gemaakt en toen heel hard ben gaan studeren en jazz en klassiek.
en gaan toeren. En dat werd toen allemaal te veel. En toen werd ik helemaal een soort van, vond ik het helemaal niet meer leuk. En toen kreeg ik RSI en klachten. Dat kwam allemaal samen. En toen ben ik uiteindelijk gestopt met toeren, want ik voelde de noten niet meer. En de laatste, en toen ben ik dus met Fermata weer mijn eigen muziek gaan begonnen. En echt vanuit heel simpel één noot om weer te voelen waarom vond ik muziek of waarom vind ik muziek zo tof. En eigenlijk is dat vanaf dat moment, vanaf Fermata, vanaf een nieuwe doorstart een soort. Een oude auto die eigenlijk waar je heel erg van geniet, maar die eigenlijk niet meer lekker rijdt. Die je dan naar de garage brengt en die dan nog steeds net zo mooi vindt. Maar die dan weer lekker rijdt ook. En goed rijdt. Dat was eigenlijk Fermata een soort. Daar begon dat. Die opknapping. En dat is gewoon tot, eigenlijk voor mijn gevoel, tot Tivoli een reis geweest. En bij Tivoli kwam dat er allemaal uit. Dus het was niet zo dat dat er opeens was. Want okay. Ik had al half jaar geleden, jaar geleden, dacht ik al, heb ik wel weer eens, heb ik volgens mij zelfs een Insta-post over gedaan van, wow, this is, yesterday I listened to Keith Jarrett again for the first time since 10 years. Dus dat is stapsgewijs erbij gekomen. En Tivoli, die 10 uur, was een soort, ik had mijn piano staan, een vleugel, wat ik ook nooit had. Dus ik was ook een soort instrument en mijn elektro-setup en gewoon speeltuin aan, alles vergeten. En het was een soort van 10 uur lang, nu mag ik doen wat ik wil. Ik hoef zelfs niet mijn eigen set te spelen. En ik heb Freek Ros, die doet het licht. En daar geniet ik. Dat inspireert mega. We hebben die akoestiek. Brian deed het geluid. Het was allemaal super fijn. Dus ik ben gewoon losgegaan. En in een soort dierentuin. Er was een soort dierentuin in mijn hoofd. En ik kreeg dan ook om het uur. Kreeg ik woorden van mensen die de livestream bekeken. Dus ik had een uur vrije input. Dat was dus de enige input. Was dat om het uur die mensen een woord mochten geven. Weet ik veel. Op een gegeven moment kwam geloof ik Pink Elephants of zo. Okay. Er kwam een heel grappig iets weer uit. Dus daar was ik ook dankbaar voor. Van een soort van Pink Elephants. Wat, ja. En dan ga je... Weet je wel, gekke. En maar daar komen dan weer dingen uit die je anders ook niet had. Dus ja, het was gewoon... En alles kwam van die jaren... Het hele vocabulaire kon er weer uit. Ik genoot ervan. Het kon technisch weer. Alles kwam gewoon samen. Nou, dat is goed om te horen. En wat ik dan wel interessant vind, vooral met instrumentale muziek, is inderdaad die woordjes die ergens aan doen denken. Of nou, in dit geval titels als we Equinox nemen. Er zit veel verwijzingen in naar astronomie. Is dat toeval? Nee, ik ben mijn hele leven daar al heel erg geïnteresseerd in. Dus in die zin is dat geen toeval. Dus nee. Dus vroeger las ik er al boeken over. Ik vind dat altijd heel mooi. En ik vergelijk zelfs, ik geef muziektheorie les. En dat is te lang om hierover uit te wijzen. Maar uiteindelijk gaat muziek om spanning en oplossing. En ik vergelijk dat altijd in the end... Met een magneet, die hoe dichter je bij de magneet, hoe harder die gaat trekken. Dat is bij muziek ook, bij een toonsoort en spanning. En dat is in een atoom ook met een proton, een positief geladen en een elektron eromheen. En in het heelal uiteindelijk dus ook. De aarde draait om de zon draait weer om anderen. Dus allemaal, alles gaat om aantrekkingskracht. En dus in die zin is dat voor mij, ligt het ook heel dicht. Ik hield heel erg van biochemie en van het kleinste. Van atomen en dat soort dingen. En heel erg van het grootste. Sterren en sterrenkunde en dingen. En muziek. En dat heeft eigenlijk best wel veel raakvlak ook. Maar het is niet zo dat ik... op voorhand denk, ik ga nu een plaat maken, die gaat Equinox heten. Dat gaat daarover. Voor mij is altijd, dan is de muziek af en dan komt altijd die verschrikkelijke vraag, heb je al titels? Nee, ik heb geen titels, ik heb data van en versie 1 tot en met 300. En dan moet ik titels gaan bedenken en dan moet het een soort goed verhaal worden. En uiteindelijk valt dan uiteindelijk een soort kwartje van, oh, Equinox, ja, ik hou van... Heelal, Equinox. En het is ook een soort shift in mijn leven. Dag, nacht, even lang. Wow, oh, wow, wow. Dat valt allemaal samen. En dan klopt het. Oké. Wat ik dan ook wel leuk vind. Je zegt dat je hebt 300 versies van verschillende nummers. En een van de dingen van... wat ik heel erg hoor in jouw muziek ten opzichte van veel andere neoclassieke muziek is... Dat er zit veel gelaagdheid in. Je brengt heel veel dingen bijeen. Dus...
Hoe gaat die zoektocht voor jou? En laten we dan specifiek Equinox nemen. Hoe is die zoektocht voor jou gegaan? Want je zegt bij Fermata, dat was eigenlijk het beginpunt dat je weer echt je eigen ding ging doen. Hoe heb je dat op Equinox zeg maar nog scherper weten te stellen? Ja, nou eigenlijk, dat zit hem bij Equinox, bij het album, denk ik nog niet zozeer in het pianospel. Wat er dus heel erg bij dat 10 uur concert uitkwam, maar meer in de productie ervan. En daar zitten ook die versies. Ik blijf meestal als ik begin met schrijven, dan ga ik achter de piano zitten, 9 van de 10 keer. En dan ontstaat er iets vanuit improvisatie, vanuit een gevoel, whatever it is. Dus de basis van een compositie ontstaat gewoon zo. En dat heeft vaak ook niet eens heel lang nodig. Maar de basis. Dus vervolgens krijg ik dan... dan verschilt het heel erg. Dan heb ik soms in een heel vroeg stadium al een beeld van... Oké, maar hier moet dat qua productie bij. Dus die synth. En dan gaat dat in gelaagdheid om en om... komt er een synthlaagje bij. Oh, maar dan moet dat erbij. En dan het een voedt het ander, zeg maar. Dat duurt heel lang, want dan denk je... s'avonds ga je terugluisteren. Daarom, ik zeg wel eens... ik luister nooit muziek, alleen mijn eigen muziek. En dat is niet omdat ik het zo mooi vind... maar omdat je er gewoon heel erg mee bezig bent. Ik vind het natuurlijk mooi, maar je snapt wat ik doe. Zit ik te luisteren en denk je... nou, het is toch niet... ik vond het toen heel vet in die bubbel... maar nu toch moet het toch... al... dan blijf je weer schaven aan de productie. Bij andere stukken... denk ik, oh, dit is een mooie compositie, maar wat wil ik er in godsnaam mee? Ja, ik ga het dan maar eerst afmaken als compositie. Dat kan heel snel gaan, dat er een A, een B, een tussenstuk is, alles. Soms is dat er in één keer zelfs, letterlijk. Maar soms is dat ook een... dat je echt een heel mooi idee hebt en dat het eigenlijk alleen maar kutter wordt. En dat je denkt, wat moet ik hier verder mee? Als ik verder schrijf, dat je een boek begint en dat de eerste bladzijde echt... oh. Dit, en dat elke woord wat je daarna opschrijft, dat denkt, nee, dan gaat het boek, dan gaat dat mooie kapot. En dat je er gewoon niet uitkomt, dat bestaat ook. Dat zijn allemaal gevechten, dus er zijn ook heel veel dingen die ik gewoon dan niet, uiteindelijk niet uitbreng. Of wat gewoon echt een struggle is. Of waar ik die nog andere mensen vraag, wat zouden jullie doen? En dat ze dat doen en dat dat ook niet werkt. Of wel, en dan, ja... Laten we eens een voorbeeld nemen, want ik vind bijvoorbeeld zo'n nummer als OCD, vind ik een heel interessant nummer, omdat het ook echt een bepaald gevoel met zich meebrengt, dat verwoord wordt in al die kleine geluidjes eromheen en dergelijke ook. Dus was dat zo een waarvan je al snel een idee had van, oh, zo wil ik het hebben? Ja, eigenlijk wel. De basis daarvan was ook al wel een tijdje geleden af, alleen toen en ook al best wel qua wat het nu is, maar ik ben best wel gevoelig voor wat... of althans, dat was ik voor Equinox. Dat is een van de dingen waar ik echt in veranderd ben het laatste jaar of anderhalf. Best wel heel gevoelig voor wat mensen vinden. En niet alleen muzikanten of mensen die er iets van af weten, maar gewoon iedereen die een mening heeft. Maar als je dat... Dus ik had volgens mij bij die track iemand of een paar mensen die zeiden... En liet ik het dus liggen. Maar als je dus dat er zo in staat, dan kan je dus niks afmaken. Want je hebt nooit iets wat iedereen... Je moet gewoon doen met jezelf. Dus uiteindelijk ga ik dan soms terugluisteren oude ideetjes. En toen vond ik die weer. Toen dacht ik, nee, maar ik vind dit gewoon heel vet. En dit is gewoon voor mij... dit is ook OCD. Toen is die titel pas toen gekomen van... Want ik kreeg daar echt wel last van in mijn studio. En toen dacht ik, nee, maar dit is gewoon wel dat gevoel. En toen ben ik hem af gaan maken en eigenlijk, toen is die hele, de basis van de productie, de basisidee stond al, maar de hele tweede helft van de track, daar komen opeens mijn sleutels, want ik check met sleutels natuurlijk vaak, dus die moesten erop en ik loop te gillen op die track en totale vage effecten op de piano en beuken en rammen en... dat is toen allemaal gekomen en voor mij, en het is ook wel... die track, OCD en Event Horizon zijn eigenlijk de eerste tracks die ik helemaal zelf heb geproduceerd ook. Want waar bij de Starshift bijvoorbeeld nog Pink Beats op meewerkte, wat ik ook heel tof vond hoor, echt en hele toffe ideeën, maar ik voelde toch dat ik het
zelf ook nog die uitdaging uit wilde gaan en dat ik dat steeds meer durfde. En wat ook samenviel met I don't care wat mensen zeggen, ik ga het gewoon lekker zelf doen. Ik hou het nu echt bij mezelf. Daarom is voor mij ook OCD een van de tracks die het dichtst bij mezelf wel ligt. Hmm. Omdat die helemaal uit mijn hand is, van mijn hand is. Ja, wat ik ook moest denken, en je noemde net de Starships, is dat ik bij dat soort nummers had ik ook het idee van, je gaat straks een zomertour spelen. Volgens mij sta je morgen al ergens te spelen en je gaat een show spelen. Hoe is dat moeilijk om dat te vertalen? Vooral, misschien makkelijker als je zelf de productie hebt gedaan, maar... Nee, dat maakt eigenlijk niet uit. Okay. Ik bijvoorbeeld die Starshift... er zijn gewoon een paar tracks. De Starshift speel ik al sinds Vortex uit is live. Mm. Het is voor mij wel echt... Ik ga een album maken en als dat af is... heb ik gewoon 1-2 maanden nodig. Hangt er vanaf hoeveel ik de studio in kan. Om de live set te maken. Want ik moet dan zorgen opeens... dat ik alle laagjes kan loopen. Hier al deze buttons en knopjes... daar staat nog een zin, maar ook deze, dit hier. Alles knopjes en schuifjes. En dat zijn er denk ik een stuk of 50, weet ik veel. Oh ja, en de pedalen, daar ligt er één en daar ligt er nog één. Nou ja, die hebben allemaal een functie. En die hebben allemaal loopje aan, loopje uit, loopje opnemen, loopje instarten, loopje uitveden, gain uit, effecten erop, effecten eraf... En dat is gewoon, dat is ook wel een van de redenen, denk ik, dat die OCD erger is geworden. Omdat ik gewoon, bij sommige tracks is het wel zo dat ik, als ik één knopje mis op een bepaald moment, dat eigenlijk de track om zeep ligt. Gewoon. Dus dat kan, letterlijk, dat kan, ja, het kan wel, maar dat zou gewoon fucked up zijn. Dat is gewoon kut. Dus eigenlijk mag dat gewoon niet. Dus het is heel erg, je moet heel erg dan in je bubbel zitten en lekker muziek maken en wow, vet. En at the same time moet je denken, knopje 5 aan de linkerkant moet nu naar 6. En dat moet naar als een soort robot nadenken. En nu is de set ook 1,5 uur lang. Die was voorheen 50 minuten. Maar morgen ga ik inderdaad in Hedon Zwolle voor het eerst 1,5 uur spelen. En ik merk ook echt dat ik dan echt wel na afloop wel een soort even rustmomentje nodig heb. Ik heb het hier toevallig onlangs nog met een andere muzikant over gehad. Dat... wanneer er wat op het spel staat, wanneer er een risico is dat het fout gaat, dat dan juist de hele leuke concerten naar voren komen. Omdat het anders ga je een beetje door de motions en is het een beetje standaard. Maar als je weet dat als je niet op tijd dat knopje daar hebt, dat het dan mis kan gaan, dat brengt een bepaalde urgentie of spanning met zich mee. Voel jij dat ook? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel zo werkt. Ik kan het natuurlijk moeilijk zeggen, omdat ik... heel erg perfectionist ben, dus altijd wel ergens een soort urgentie voel. Ik denk wel dat dat zo werkt, ja. Maar het grappige is dus wel dat aan de andere kant, ik denk dat het andere uiterste, dat uiterste heel goed werken. Dus dat is van, ja, ik moet dat en dat je dan heel erg gefocust. Maar bij zo'n Tivoli-concert waar ik helemaal geen... Daar had ik totaal geen dingen waar ik aan moest denken. Maar dan is misschien weer die lat heel hoog van... Ja, maar je moet wel 10 uur lang... moet je vette dingen maken uit het niks. Dus ik denk inderdaad, als ik er zo met je over heb... dat er wel een soort verband is tussen... iets moeten... en at the same time... dat in een kunstvorm... ten gehoor... Want eigenlijk is kunst ook iets wat niet zo goed met moeten samengaat. Ja. Ik denk dat dat wel zo is. En nu staan we ook iets bij. Nu moet je me corrigeren als het niet klopt. Maar dat je in het verleden heb je ook wel wat te maken gehad met prestatiedruk. Is dat nu dan anders geworden? Omdat het echt van jezelf is. En zoals je zegt, je het meer voor jezelf doet. Ja, denk ik wel. Ja. Vind ik een lastige vraag. Ik denk wel dat ik die prestatiedruk nog steeds wel heb, wat ik zeg, dat ik dat mezelf ook opleg. Dat ik het dan toch wel heel vet wil doen allemaal. Misschien dat wil natuurlijk iedereen hoor, maar er zijn waarschijnlijk gewoon wel gradaties in. En ik denk dat ik af en toe wel iets eerder misschien zou moeten zeggen ook van
het is wel goed of zo en het wordt wel vet. Maar ik weet dus niet zo goed ook... volgens mij is dat niet anders geworden. Ja, die wel. Het is wel anders geworden. Want als je in een band speelt met anderen bijvoorbeeld... en je speelt vooral muziek van anderen... Dan speel je ook voor volle zalen. En dan zit je hoofd daar, staat daar wel. En je bent daar wel. En je wilt wel voor de mensen iets vets neerzetten. Maar omdat het niet je eigen muziek is... althans in mijn geval... er zijn ook sessiemuzikanten die dat juist supergoed kunnen... lukte dat niet om steeds opnieuw dat nieuwige te voelen. En grappig genoeg lukt dat bij mijn eigen muziek wel. Want ik krijg ook wel eens de vraag... ja, maar als je dan steeds dezelfde track speelt... krijg je dan niet hetzelfde. Maar dat is dus niet zo. Ik denk omdat het mijn eigen... want dat ligt zo dicht bij mezelf. Dat blijft een soort... dan is het veel makkelijker om elke keer weer die grondemotie zeg maar op te zoeken of zo. Ik denk dat dat ermee te maken heeft. Ja, zoals je zegt, als je dan toch perfectionistisch bent en dergelijke, dan zul je jezelf altijd wel een bepaalde druk opleggen wat dat betreft, denk ik. Ja. Wat ik dan nog wel interessant vind ook is, Equinox is al uit en het wordt voor zover ik kan zien goed ontvangen. Wat merk jij van hoe mensen de muziek ontvangen? En dan niet zozeer of ze dat nou leuk vinden of niet, maar hoe ze het interpreteren in zekere zin. Ja, heel verschillend. Er is natuurlijk een mega... er zijn mega veel neoclassieken. Ik had laatst voor 3 voor 12 gezegd... ze ploppen uit de grond als hitsige konijn. Dat klinkt een beetje negatief. Want ik zei het later, mag dat er niet uit? Ja, maar je hebt het wel gezegd. En dat vind ik eigenlijk ook prima, want ik meen het ook echt. Maar ik bedoel het niet negatief. En ik vind, iedereen mag muziek maken. En ik vind het oprecht mooi. Maar het is gewoon een feit dat er heel veel... vooral piano, nou, die ploppen uit de grond als hitsige konijnen. Dat is gewoon zo. Ja. Ik weet niet of hitsige konijnen uit de grond ploppen, maar je snapt me. Er zijn er gewoon heel veel. Wat ik daarmee wil zeggen is, mijn muziek, en zeker Equinox, Fermata lag meer in een soort neoclassiek ding, wat voor een breed publiek makkelijk... rusten, oh, want het is pianomuziek, oh, er zitten strijkers bij. Dat kan dan nog. Kerkorgel, koor, kan allemaal nog. Als je nu dit luistert, en je luistert, en opeens komt track, wat is het, 3 of 4 OCD, dan zitten die mensen natuurlijk, denk ik, wel even van, wow, een beetje ongemakkelijk, wat ik ook juist wil, want dat is het ook, moet het ook zijn. Dus ik denk in die zin dat... toch, want jouw vraag was, merk je het verschil qua... Nou ja, ik denk dat... Ik hoor dat ook van mensen. Van sommige mensen vinden juist die track OCD bijvoorbeeld heel vet. En er is echt wel een... Maar dat is meer een kleinere niche die dit album, denk ik, toffer vinden. Dan bijvoorbeeld een Fermata of dan zo'n piano album. Daarom komen die ook op die megalijsten. En daar kom ik niet op. Ja. Want daar is het net te... ongemakkelijk voor, het past, je valt er net niet van in slaap. Het is niet dat het niet goed, maar het is dan net niet rustig, dus het valt net niet in dat ding, dus je kan het eigenlijk dan in nergens plaatsen. En zeker voor een heel grote groep luisteraars is dat dan, denk ik, dat Equinox misschien net weer iets ongemakkelijker of moeilijker is geworden. Maar aan de andere kant, voor echt liefhebbers denk ik dat het weer toffer is. Want bijvoorbeeld OCD is mijn favoriete track op de plaat. Dus is het ook voor jou een soort van doel om mensen uit te dagen, de luisteraar uit te dagen, of misschien zelfs jezelf in die zin, maar om zeg maar, want kunst, je hebt heel veel verschillende soorten kunst en alles is prima, maar sommige kunst ligt gewoon, zoals je zegt, makkelijk in het gehoor en dat moet gewoon een beetje op de achtergrond staan en zolang het niet te veel... chaos veroorzaakt, dan is het prima. Maar je hebt ook heel veel muziek dat een beetje confronterend is en dat je een bepaalde stemming opstuurt in dergelijke. Dus heb jij dat wel een beetje, dat je mensen wel een beetje probeert uit te dagen in die zin? Eigenlijk ben ik in die zin heel egoïstisch en helemaal niet meer te luisteren. Okay. Dus nee, eigenlijk niet. Maar ik vind het wel tof dat het gebeurt. Het is wel dat ik mezelf uitdaag en vooral dat ik het gewoon wil voelen.
ik vind het dan uiteindelijk wel tof als het gebeurt. En als iemand dan zegt, ja, weet je, dan is het, dan vind ik dat soms jammer. Maar aan de andere kant ben ik dan ook juist wel weer een soort blij. Hmm. Dat ik denk, ja, ja, mag ook, kan, klopt. Is ook niet snap je wel wat ik bedoel? Ja, zeker. En ja, ik bijvoorbeeld het volgende album, ja. Ik heb in mijn hoofd één ding nu en dat is Bitches Brew. Nog steeds van Miles Davis is dat een album. En dat is, nou, dat is ook niet even iets wat je op de achtergrond relaxed aanzet. Dat is best wel. En ik weet ook niet of het album dan zo wordt of wat dat er dan voor raakvlakken mee heeft. Maar iets in mijn hoofd zegt dat. De albumcover is... Dus iets in me zegt dat het volgende album of het volgende ding... dat ik niet het idee heb dat dat meer richting de rustige pianoliedjes... Dat blijft altijd, want dat ben ik ook. Mm. Maar dat de OCD-kant, dat vind ik ook tof. En weer op een andere manier. Maar dat dat wel door blijft ontwikkelen. En misschien ook op een gegeven moment wel zeg ik, fuck it, ik vind die pianoliedjes ook, nou, vind ik ook heel tof om te doen. Misschien ga ik op een gegeven moment wel zeggen, ik ga dat splitsen, ik maak een pianoalbum en een productie, weet ik veel. Ik moet het maar zien. Nou, als laatste dan, en dit sluit daar wel op aan, want zie je jezelf ook nog dieper in die productietechnieken duiken? Vooral omdat je nu ook, zoals je zegt, je hebt de helft van Equinox heb je nu zelf ook geproduceerd. Zie je jezelf daar ook verder in duiken en dat je straks misschien nog meer knopjes moet bedienen? Zeker. Hoewel het nu met knopjes wel... Ik heb nu bijvoorbeeld alleen één vocal mic erbij bij de nieuwe set. Omdat ik dacht, nou, ik heb mijn mond nog. Want twee voeten zijn al druk en mijn handen. Maar ik heb wel, daar kan ik dan een soort van vettig, vage schreeuwkoortjes doen. Verder denk ik dat... Wil ik uiteindelijk ook wel een soort percussieset neerzetten. Er zijn echt nog ideeën. Ik had bijvoorbeeld in Tivoli, wat ik zei, een vleugel en een piano. En die... waren allebei op 440 hertz gestemd. Maar toch was het net een minuscuul verschil in toonhoogte. Dus als ik dan, ik ging dan soms zo C herhalen op de piano en dan ging ik omdraaien en dan tegelijkertijd op de vleugel. En dan zat daar zo'n... Dat was heel tof, omdat ik juist ook heel erg gevoelig steeds meer begin te worden voor die stemming. En dan is zo'n soort microtonaliteit, wat in Arabische muziek ook heel, heel bijvoorbeeld gangbaar is, komt dan opeens ook erbij. En dat is ook weer heel tof. Dus dat heeft me ook weer geïnspireerd om dingen te doen. En ja, er zijn zoveel veel dingen nog. Dus zeker blijft dat... Dat hoop ik wel, ja. Dat in ontwikkeling blijft. Ja, het is goed om te horen in ieder geval. En ik wens je heel veel succes dan morgen en de komende dagen met alle shows. En ik hoop dat je handen genoeg hebt. Zeker, gaat lukken. Gaat helemaal. Dankjewel. Pieter, dankjewel.